Hallo, Wack Dus Gamers. Mijn naam is Kedaak, weer een nieuwe aflevering van The Walking Dead Saints and Sinners. De vorige aflevering was een extra aflevering waar we wat andere einden zagen. Daarom dat originele einde op de save date dat we straks gaan opspelen, jullie gaat even uitleggen. Hebben we Casey vermoord om gekozen voor alle wapens, staan ze nog meer handen voor de DLC te spelen. Maar mijn conscience komt niet aan dat we Casey al vermoord is. Dus ik heb nog een andere aflevering opgenomen, dat was de laatste aflevering, waar we een paar andere einden hebben geprobeerd. Waaronder Casey zelf vermoord met een gun en hem redden ook. En dat is nu die save date waar ik nu op speel. En de reden daarvoor is omdat ik op de andere save date waar dat we straks gaan opspelen, waar dat ik het verhaal ga verder spelen, waar dat we alles hebben, alle coole wapens, meer materiaal hebben en zo. Daar heb ik per ongeluk de radio al gehoord. Ik heb nu de intro al 3 keer opgenomen, omdat ik hier spawnde en ik dacht dat de echte save date was en kluisterde en zo, bla bla. Alles ging fout. Ik heb dan naar de andere save date gegaan, maar daar kon ik het niet meer horen omdat ik de missie al had. Dus wat ik ga doen is nu hier naar de radio gaan luisteren en dan vanaf dat ik klaar heb, ik heb de missie gekregen, terug naar mijn andere save date gaan, maar ik kan het niet eruit knippen omdat het op de Oculus Quest is. Dus hoe dan ook, we gaan vlug even luisteren naar wat het te zeggen heeft en let's go. AJ, where the fuck are you, man? My legs, my fucking legs. You gotta find me, I can't even look at them. Don't have much left. Oh, Jesus. The cash is here, in Dana's auto shop, like you said. We scored. The reclaimed, I fucked them up good. But it cost me, man. Please, you have to find me. Save me. I can't hold on for long. Fucking hurry, man. Bleeding out. God damn it. Should have memorized that fucking map in the lumberyard office better. I don't want to die, man. Please come get me. Not much time left. Oké, dus dat is de missie dat we hebben gekregen. Nu gaan we naar de save date gaan waar ik het over heb. Ik ga dit er niet kunnen uitknippen omdat het Oculus Quest is. En dus hier hebben we hebben die missie net gekregen en daar heb ik het ook net gekregen. Dus ja, let's go. En we gaan kijken wat er in de lumberyard is. We moeten hem gaan halen, want het is daar ook bij veel loot. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien wat er gaat gebeuren. Ik heb dit radiostukje heb ik al gehoord van een YouTuber, maar voor de rest weet ik niks. Dus ik ben wel hyped ervoor. Eerst gaan we natuurlijk slapen, maar kijk, we hebben de missie al. We moeten dus naar Bywater gaan. Search Lumbermill Office voor de clues. Dus dat kunnen we ook doen, maar auto body. Dus gaan we sowieso ook doen. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. We gaan zien. Ik ga sowieso eerst slapen. Dan gaan we ons klaarmaken om naar Bywater te gaan. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Het is nu al dag 24 denk ik dat er nu gaat komen, want het gaat veel zombies zijn in DC, wat dat redelijk kut is. Maar ja, ik heb wel mensen gezien van dag 200 en 170 en zo, en like, niet heel veel erger dan dit gaat niet komen. Like, het gaat nog erger komen, maar ja, het gaat veel erger komen, weet ik nog zeg. Maar oké, ja, we doen het vooral voor de story. Dus ja, let's go. We gaan kijken, we hebben een night shift, bijna kapot, dus dat we gaan doen, dus we hebben deze gun, alles is bijna kapot. We hebben een mes nog. Voor een pijn. Ook bijna kapot. Medicijn hebben we niet per se nodig, denk ik. Nee, we hebben dit niet nodig. We hebben een katana die bijna kapot is. Alles is bijna kapot. We hebben Lucille die nog niet kapot is. En we hebben hier nog plaats voor iets ook. Dus wat ik denk dat we gaan doen is Lucille meepakken toch? En dat is denk ik, hier is Ombre, GB. Dus ja, we gaan even kijken. We gaan dit aanzetten trouwens weer. En ja, we gaan weggaan, I guess. We gaan wel nog een extra mes mee pakken. Dus dat is weer. Sharp objects hebben we nodig, dus. Dit is wel belangrijk. Sharp objects hebben we nodig, dus we gaan dit gewoon mee pakken. We gaan ook nog een extra gun maken. Ik wil even kijken. Die ook. Oké, en die doet durability like dat die heeft. Die dat we nu hebben. Dus hetzelfde. We gaan er heel lang mee kunnen doen. Dus dat is chill. Ik vind deze gun mooi, maar gewoon kijken dat hij dezelfde durability heeft. Maar ja, we gaan die dus meepakken. We hebben 6,
kogels. Ja, 11 kogels. Dus we gaan nog even... 30 revolvers en 30 revolvers. Oké, let's go. We hebben nog allemaal. We kunnen doen, ik zweet heel veel. Ik ga proberen net een korte aflevering te maken met deze aflevering ook. Ik denk dat we nu klaar zijn om dat bywater te gaan, I guess. En we gaan zien. We hebben nog wel een heel proteïne nodig. Dat kunnen upgraden. Dus ik denk dat we ook in ieder geval gaan focussen. Dus ja, let's go, let's go, let's go. We gaan geen tijd om te vertellen, die kerel is al dood. Ja, we gaan het zien. Verlang voor de story te spelen. Ik weet er niks van. Ik weet niet over wat dat gaat. Ik heb de trailer gezien, maar ik ben het half vergeten. Ik weet dat het wel met veel mensen is, denk ik weer. Met oorlogen, hoop ik. Bywatcher is... hier. Let's go to Bywatcher. Let's go to Bywatcher. Oké, ik ga like, tot 2 uur opnemen, dus een half uurtje ongeveer. De upload dan ook snel en het is de eerste aflevering. En dan, like, allee, ja, weet je, ik ga gewoon de eerste missies doen, denk ik. Dat gaat wel een half uurtje ongeveer. Als het langer duurt, het langer als korter is. Ga ik even kijken voor nog iets kleins te doen. We kunnen ook looten. Hout hebben we niet echt nodig. Ik ga het nu meepakken, maar dat is iets dat we kunnen kwijt geraken. Yo, zombie. Oh. De lumber. Dat is de lumberyard, denk ik. Autoshop gaat hier ergens zijn, zeker. Oké, okay, we gaan rustig gewoon een keer gaan rondkijken. Ik ga mijn mes wel spatten wel. Want redelijk. That's the tourist. Doesn't look so tough. Dus val ons niet aan, dat is chill. Dat is dus de autoshop. Waar dat we voor de cash kunnen kijken. Broodjes, dat kunnen we meepakken. Dus hier is de cash. We gaan denk ik eerst M rennen sowieso. Oké, wat is een nieuwe zombie? Die kleur is nieuw. Seafood collection, dus dit gaat een lumberjaartje. Okay. Is dat een zaal die is ingespaald? Ik heb weer heel tof geleden. Heel leuk. Maar dat was dus een zieke zombie. Oké, we gaan dus. Dit is de lumberyard, denk ik. Als ik het goed heb. We gaan een beetje verder lopen en daar is de lumberyard. Ik weet niet of dat we hier al zijn geweest. Thanks for testing. Oh, goed hoor, ik ga het doen. Waarom niet? Het is de lumberyard. We zijn hier al een keer geweest. Een rondkijken hier.
Oh nee, hier is waar dat Devin stond. Devin en Justin. Dit is de lumberyard, toch? Ik heb hem ook nodig. Dat is allemaal van die eten dingen naar me nodig. Fuck off, nee. Oké. Maar dit is de lumberyard, toch? Ik zie eens dat de boemie trapped was. Office for clues, dit is de office. Goed dat we nog een keer lezen. Floor by floor we fought. By the time our club numbers were ripped, but their sacrifice. Word of us more and more to our gates. We had the room, we were unified. And as one, but as the popular dissent found reared its, did we crumble? As we have from, we knew that our, if we stayed, so let us not us back down. Let us continue to climb together. We must cut loose their poisonous mind. Trust in, have I? Shit, maar het lijkt weer helemaal, hè. Ik weet niet, aan wie dat nu gevonden was, dat de clue dat we rode gaan niet, toch? Lumbermill office. Dit is de Lumbermill office, toch? Oh shit. Dat is de map. Het nog zien. Let's go! Dit is de eerste keer dat we doodgaan. De eerste keer dat ik doodga. Ik kan hier niet tegen omdat allemaal loot daar liggen. En het is niet dat ik super veel mee had, maar ik vind dat gewoon kut aan games. De eerste keer daarom dat ik alles zo verzette. Want misschien gaat nu wat meer jongen kunnen gaan. Geluk is niet ver. We hebben ons mes nog. Hier moeten we dus naartoe gaan. Dat lijkt hier al toch. Niemand. Kut. Oké. Ik wil langs hier naar binnen gaan, denk ik. Oké, kut er weg.
dus. Zo kun je mensen dus hoe zorgen, tower people en zo, en ik claim maar goed. I see you. Ik leef nog toch? Leef ik serieus niet? Kijk, dit soort kanker. Sorry dat ik heel snel mijn kanker scheld, maar... Sorry dat ik heel snel mijn kanker scheld, dus... Als het op mijn zin niet werkt, moet dat. Shit. Ik had misschien beter een boog meegepakt. Fuck off, haast wel zo. Kom dan. Ik ben hier al een paar keer geweest, hè.
Eves, we cleared out the last few reclaimed that were left, but I got some bad news. The savages had the presence of mind to walk off with the key to this cache. Shep followed the freak with the key into the cannery. Got his legs blown off for the trouble. Poor fucker. The whole thing is wired to blow. Like that crazy setup we defused at Hotel Eclair. You know, in the French Quarter. Much sloppier, but the same principle. Reclaim set us up good this time, but she can't last long in there. We'll smoke her out. AJ. Okay, ik snap het niet echt. We hebben een sleutel nodig. Maar van waar ligt die sleutel? Wie heeft hem, die sleutel? Waar moeten we hem vinden? Maar joh, ik wist niet dat ze hier stond, man. Wat ligt daar iets? Wandy al, maar oké. The thing. Who's there? We moeten de key daar vinden misschien.
something, quick! Shit. Something's close. What was that? Eves, we cleared out the last few reclaimed that were left, but I got some bad news. Savages had the presence of mind to walk off with the key to this cache. Shep followed the freak with the key into the cannery. Got his legs blown off for the trouble. Poor fucker. The whole thing is wired to blow. Like that crazy setup we defused at Hotel Eclair. You know, in the French Quarter. Much sloppier, but the same principle. Reclaim set us up good this time, but she can't last long in there. We'll smoke her out. AJ. Chill more thing. Was the office or shit? Haraj, why is the Haraj? Where is the Haraj? There is the Haraj, too. Ik stil bij, ik moet even concentreren. Ja, dat zal er uitgaan. Dat is niet zo. Dat wil zijn dat er hier ergens op de einde is. Is iets lijn. Maar niet serieus zijn dat dat dit.
Maar er is een sleutel in, zegt hij. Toch, wel hem wat. Welke keer? Wem? Go under. Oh, ja. Oh! Daar trap. Oké, dit is een soort garage, toch? Want daar een gevonden plan. Shit, wacht een keer. We moeten iets vinden. Dat erop leek of zo. Maar die zoveel dingen. Hoe noemt dat zo? De canary. Waar is de canary? Dat is de canary. Of niet? Eves, we cleared out the last few reclaimed that were left, but I got some bad news. The savages had the ship, followed the freak with the key into the camp, got his legs blown off for the... Like that crate, much sloppier, but she can't let... Okay, we're sitting in the verkeerde thing. Okay, I'm just sleuteling here, guys. Was a canary. Who's sneaking around? I suggest you get lost. Hey, beat it. Zijn die zombies vermogen. Quit poking around. I think it's wise to be wandering around. Quit poking around. I said you get lost. This is our turf. Quit poking around. You get lost. You got a death. Don't be stupid. Don't point. Ik heb die sleutel al een keer gehad, man. Fuck.
Ik moet even kijken. Het kan misschien toch een langere aflevering duren, we zijn nu al 14 geweest. Maar... we zijn niet hier gekomen, we staan nu hier. We moeten... hier geraken. Onder de trap. We kunnen hier tussen. We zijn nu. Daar we zijn. Hier moeten we zijn, we zijn hier over, nu moeten we. We kunnen daar niet onder als het dus beste leek mij om langs hier te gaan. Het zijn hier gelukkig geen fucking zombies. Hier. Volgens hem moeten we hier naartoe. Snap het. Hieronder. Sleutel moet hier liggen, zijn ze. Maar waar de fuck ligt die?
Waar de fuck ligt die kutsleutel? Ik heb geen idee. Ik ga hier nog wel vlug naartoe gaan. Het is hier ook geen tijd natuurlijk, dus dat is chill. Ik heb hem te halt. Alles gaan we hier, alles dat niet. Nog een proteïne nodig vooral. 3 proteïne. Dat is zeker. Je pak zoveel mogelijk van die dingen mee. Veel proteïne van hem. Ik weet heel misschien kan we nog verder naartoe komen, hè? Ik weet het niet.
Ook om heel snel kijken naar caches ook. Okay. Think you're gonna fuck with us? That all you got? Let's go. Oh. Okay, we hebben te hard lekker. Dat was even stressvol, 2 keer dood te gaan. De DLC-haals is veel moeilijker worden ziek. Wel die fucking van. Fuck man, we zijn echt al 50 uur bezig. Het gaat sowieso weer een uur worden. Maar oké, we gaan de volgende aflevering pas de rest doen. De volgende aflevering gaan we pas al die dingen wegdoen. Maar joh, doe het normaal. Ja, weet je wat, nu gewoon een keer doen, omdat ik gewoon een keer wil kijken wat we allemaal gaan krijgen volgende keer. Ik ga dit weer allemaal weg moeten doen dan. Ik denk het, wat een motherfuck. Deze wil ik ook om. Lekker. En wat proteïne genoeg is de vraag. 54. Let's go, let's go, let's go. En alles. We hebben alles. Wat is dit? Health is increased. Restoration. All health. Sickness. Lekker. Het eerste wat ik ga doen is even dieen. Eten van niks te doen. Oké, we hebben dat nu allemaal gedaan. Gunstation kunnen we ook al wat upgraden, maar dat wil ik eigenlijk nog niet doen. We hebben redelijk veel dingen nodig ook voor wapens en zo te maken. Oké, we hebben al 24 proteïne. Oké, we hebben redelijk veel, dus dat is goed. Dat is allemaal goed. De volgende keer aflevering ga je dat toch allemaal opnieuw moeten doen. Ik heb het eigenlijk van niks. Ik ga gewoon even kijken dat eruit ziet nu. Maar oké, bedankt voor het kijken. Het was een chille eerste aflevering, dacht ik. Sorry als ik even zo stil was op het laatste. Het was spannend. Hoe dan ook, het was echt wel een zotte aflevering, vind ik persoonlijk. Ik zie de story wel zitten. Ik dacht dat het een heel verhaal ging zijn, maar ik weet niet wat het is. Tot nu toe wel gewoon keizer moeten gaan houden. Ik weet niet of dat echt een verhaal is. Maar toch, bedankt voor het kijken. Het was een chille aflevering. Ik vond het. Ja, tot de volgende keer. Later.